Dames, heren, jongens en meisjes en al het andere ongedierte dat dit filmpje kijkt. Goedenavond. 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 Ja, dit is misschien een beetje raar, hè? Ik zit nu in mijn nieuwe huis, maar het begin van deze video is nog opgenomen in mijn oude huis, snap je? Dus we gaan nu even throwbacken naar de oude Robby. Dus veel plezier met daar kijken eerst en tot zo. Ja, hey, ik begon mijn vorige video op deze wijze. De definitie van een mogol. Dan moet ik zeggen dat het... Toen ik dat zei, was het ook daadwerkelijk mijn eigen schuld dat er iets was misgegaan. Maar als je die video nog niet hebt gezien, ga hem dan eens kijken. Dat kan via het i'tje hierboven, dat kan via de link in de beschrijving of via mijn kanaal. Maar als je gewoon lid was van Team Belletje, had je die video helemaal niet gemist. Dus hadden we dit probleem nu niet gehad. Maar oké, het kan dat je hem gemist hebt. Ja, toen was ik een beetje in mijn rol, omdat ik zelf een fout had gemaakt. Maar in die video werd ik eigenlijk een soort van een beetje genaaid. Over genaaid gesproken, toevallig Alex Morgan op mijn beeldscherm. Maar hey, ik kreeg natuurlijk uit die flashback SBC daar de Louis. En die had ik al gedaan, dus die had ik dubbel. Zei ik meteen al, ik moet hem in gaan leveren in een SBC. Dus dat is wat ik vandaag ook ga doen. Jullie weten, ik doe een soort van Road to Glory, maar dan met geld. Dus een Richman Road to Glory, zoals die dan ook wel genoemd wordt. En ik hou jullie bij alles bij. En dit is op dit moment mijn team. Maar ja, Big Virgil van Dijk is een held, maar ik ga hem wel vervangen. Leuk feitje, ik verkocht hem toevallig een week voor zijn Player of the Year uitkwam. Voordat mensen in de comments me gaan uitlachen dat hij echt ziek gedropt is in prijs. Haha! Op tijd verkocht. Ik kan nu gewoon een SBC doen voor best weinig coins. Want ik heb bijvoorbeeld die Lampert hier, een tradable. En ik heb dus die David Luiz nu dubbel. Dus ik kan voor best goedkoop een hele goede Prime Icon Moment SBC doen. Kan ik vandaag verkopen, heb ik nog veel meer coins om ergens anders in mijn team te stoppen. Kan ik mijn team alleen maar beter maken. Dus dat is wat we eigenlijk in de aflevering van vandaag gaan doen. Maar je ziet het al, lang en blank SBC, dat is wat we vandaag gaan doen. En ik ga beginnen met de 87 rated squad. De goedkoopste squad die je dan kan maken is 261k. Maar ik heb wel nog hier lekker Euzieltje zitten. En als ik deze samen inlever, dan kost mijn team maar 185k. Dat is echt knijter weinig voor het duurste team uit deze Icon SBC. Dus we gaan lekker beginnen. Ik ga jullie laten zien wie ik allemaal ga kopen. Heb ik al gevraagd om een duimpje omhoog? Waarschijnlijk wel. Doe ik het gewoon nog een keer, ja. We gaan in ieder geval Jorie gebruiken. En dan wil ik ondertussen vertellen, terwijl ik mijn team ga maken. Ik liet laatst in de video weten van in welke SBC moet ik die David Luiz gaan inwisselen. Nou, en eigenlijk niemand zei deze Laurent Blanc SBC, maar die stond voor mij al op de planning. Iedereen kwam met Gullit, Eusebio. En die wil ik nog gaan doen. Ik ga denk ik Mbappé na mijn volgende weekend league gewoon verkopen. Ondanks dat ik een tering goed vind, wil ik gewoon meer SBC's gaan doen, want dat vind ik nu heel leuk. Aan het begin van FIFA vind ik het ontzettend zonde, want je hebt een untradable speler die je nooit meer kan veranderen. Maar bijvoorbeeld die Ballack heb ik toen gedaan, omdat ik zoveel untradables had na Team of the Year, dat ik hem super goedkoop kon doen en dat het zonde was om geen Icon SBC van te doen. En dat was op dat moment gewoon de beste, de meest bruikbare voor mij in ieder geval. Aanvallers vind ik altijd een beetje tricky om daar een SBC van te doen, want er komen heel snel achter elkaar vaak heel veel nieuwe goede aanvallers, dus dan is het een beetje zonde. Maar nu tegen het einde van FIFA, we zitten pas op de helft, maar zo na Team of the Season is het altijd wel een beetje afgelopen. Lijkt het me super leuk om bijvoorbeeld een Eusebio of een Gullit te doen. Dus laat dat zeker even weten in de comments, want dat gaat nog wel even duren voordat ik het daadwerkelijk ga doen, maar het gaat sowieso komen. Jorginho voor 4.7, de eerste van deze SBC die ik koop. Maar dit is wel kloot natuurlijk, want dan moet ik deze elke keer in mijn club doen. Dan moet ik hier zeggen, laat scheren. Waarom werkt dit nou niet meer? Waarom werkte dit eerst wel, nu niet meer? Zeg niet dat ik het opgefokt heb, hè? Goed, gaan we hem nu opstarten. Dan maar zo. Ik ga Mark inschakelen. Mark, help me. Ik heb een dubbele, help me. Hopelijk leest Mark dit snel. Hij is online. Come on, Mark. Je moet even zoeken. De Pentest duplicate glitch. Hij heeft een video aangeweid. Oké. Nou ja, thanks. Alles gehaald. Dan gaan we even kijken hoeveel we gaan betalen. Daarvoor pak ik de calculator bij de hand. 40.000. 30. Nog een keer 40. Gratis. Nou ja, niet helemaal. Want ja, heb natuurlijk wel gewoon die SBC gedaan. Zijn we uiteindelijk maar 167k kwijt voor het allerduurste team in de Laurent Blanc SBC. Maar dan krijgen we ook nog eens een geldpakketje hiervoor terug. Die ga ik meteen openen. Zeldzaam spelerspakket. A.k.a. een 50k pakketje. Word ik gereward? Nee. Nee. Wel borden, want het is zowaar nog in vorm. Het is een Portugese links midden. Toch 16k terug. Als we alles discarden, komt er nog 6k bij. 23k terugverdiend aan deze SBC. Ja, tot zover de eerste squad. En vandaag dus de rest. Maar waar zijn we gebleven? We kunnen gewoon heel simpel beginnen. Ik heb niet heel veel zin om na te denken in mijn eerste squad builder. Dus iconisch.
Ruil een icon in. Ja, ik heb natuurlijk een keer de icon SBC gedaan. Nou, daar kreeg ik echt, ja, op zich was leuk. Kreeg ik natuurlijk Frankie Lampert voor. En dan krijg je wel gewoon een Jumbo Zeldzaam Mega pakket. Ja, stop jongen. 86 rated squad. Gaan we vanaf nu wel gewoon veel geld kosten. Gewoon simpelweg om het feit dat ik een beetje heel mijn club nu al leeg heb. Ik denk dat ik dit letterlijk als enige kan gebruiken. Verder moet ik alles gaan kopen. Dit wordt ook wel een dure hoor. Misschien heb ik nog wel een rode in vorm die ik kan gebruiken. En zoals die Laporte ga ik ook nooit gebruiken, hè. Maar hij is wel 87. Ik kom best vaak op deze mensen uit. Gewoon, het is gewoon chill. Müller. En dan kun je hier of Thiago of Gámez even kijken wat gaat en wat niet. Bayern heeft gewoon best veel van die hoge spelers. Ja, je kunt er gewoon mee variëren zonder heel veel chemistry te verliezen. Dus dat is op zich wel chill. Ik weet alleen niet of dit genoeg gaat zijn. Nee, dit is dus 85. Kijk, en wat je nu dus kan doen is of Thiago upgraden naar Gámez. En als dat nog niet genoeg zou zijn, kun je dan nog Müller upgraden weer terug naar Thiago. Maar ik denk dat dit genoeg moet zijn. Ja, en dan weet je dus ook als je... Als een 87 niet genoeg is en die 88 wel, dan weet je ook dat je niet overbult, zeg maar. Snap je wat ik bedoel? Dat je dus zeg maar eigenlijk te veel rating inlevert. Nou, uiteindelijk zijn deze vier alle vier gratis. Hoef ik alleen het rechterdeel te kopen. Er zit wel een 88, 89 en 86 rated in. Dus dat gaat me wel money kosten. Tenzij dat we even gaan snipen. Boom, jongen! Weer 2k bespaard. Huppa. De kleintjes letten, mannen. Oeh, is gewoon rustig. 62k. Maar al met al, als je toch op elke speler, ja, dat zal het zijn, 300 munten besparen. Ja, en op die duurdere spelers bespaarde ik net zoals 2k. Nou, als je uiteindelijk zo 10k per team bespaart. Nou, je hebt 9 teams in deze SBC. Maar dan heb je toch 90.000 munten bespaard. Tjing, jongen. Ik heb hem voor 3k. En hij is 5. Hij was juist eigenlijk wel duur voor een 84. Daarom wilde ik kijken van, misschien kan ik Javi Martinez vervangen. Krijg ik hem voor 3k, terwijl dat die 5 waard is. Kijk, dat is nou lekker. Dat is weer 2000 munten bespaard. 136.450 munten betaald voor het team. Terwijl dat als je alles zou moeten kopen, je 184k kwijt bent. Dat komt onder meer wel omdat deze speler gratis inlevert natuurlijk. Inleveren en gas erop. Ik ga ze straks openen. A few moments later. Ik kan er niet aan. Ik moet ze nu even openen. Stel, ik krijg een speler die ik kan gebruiken voor de SBC. Is het zonde als ik het niet nu doe. Dus ik begin... met het pakketje wat ik kreeg voor de 86 rated squad. Geen walkout. Dat, kijk, dat is wel schijt. Is Kepa. Ja, haal ik toch 12k uit deze. 12k is niet veel, hè? Voor een team wat je 136 kost. What the fuck? Dan ook het 100k pack erachteraan. Deze kreeg ik voor het inleveren van de icon. Die mij natuurlijk gratis was. Wat ook weer niet helemaal waar is. Want ik heb die SBC wel moeten doen. En ik krijg ook gewoon geen walkout. Ik krijg gewoon geen één walkout in deze rewards. En de rewards worden alleen nog maar slechter na deze. Krijg ik niet meer. Dus dan Carrasco. 83 als beste. Uit een 100k pack. Doe normaal. Maar kost een icon inleveren je gewoon 400k. Hè? En dan krijg je er 15 voor terug. Ik zie nu dat je hier 2 informers voor in moet leveren. Wat? Oh, ik kan hem gewoon gratis doen. Nou, dat scheelt. Dit zat allemaal in mijn club. Een zeldzaam Electrum spelerspakket. En dan krijg je daar opeens Cristiano Ronaldo. Verkoopwaarde 5k. Oké. Dit is heel simpel. Je moet zilver inleveren. Ze moeten wel allemaal glimmend zijn. Ik ben bang dus altijd dat ik een zilveren discard die veel waard is. Dus ik ga expres alleen maar mijn untradables doen. Toch nog 300 munten betaald van dit team. Voelt goed dat je toch wat hebt geïnvesteerd. Toch geen bronzen glimmend in mijn club. Oh, ik de hele team nog ga kopen ook. Besef dat ik gewoon 3300 coins heb betaald. Voor dit team wat je zo dadelijk op je scherm te zien krijgt. Dat is toch ongekend. 3300 coins. Onder je duur. Het is een beetje puzzelen, weet je wel. Want je hebt heel veel van dit soort lage ratings in je club. En misschien zou ik wel een team kunnen maken waar ik letterlijk alle 11 in mijn club heb. Wat me dus niks gaat kosten. Maar ik zit hier nu al 10 minuten over een beetje te puzzelen. En dit club... Klopt? En dit klopt. En dit klopt met toch 7 spelers uit mijn club. Dus dat is prima. Dan haal ik de rest wel even erbij. 3500 voor Karesma. Kocht voor eerste eigenaar, Oscar. Ik heb letterlijk het beeld dat ik Oscar net kocht voor 1000 munten. Maar oké. Opeens is hij toch eerste eigenaar. Wat is dat voor glitch? Talisca voor 1300 en 3700 voor David Luiz. Maakt het dat dit teampje me... 9.6k heeft gekost. Ik heb ook niet een keer geluk, hè. Kijk, uit die goede packs krijg ik geen walkouts. En uit die slechte packs ook niet. Maar bij die slechte packs zeg je... Ja, is logisch, want het zijn slechte packs. Maar weet je, het zou toch wel een keer chill zijn, hè. Uit die goede packs pack je niks goed. Dat je uit die slechte pack opeens wel iets goeds packt. Snap je? Volg je mijn logica? Denk het niet.
5,3k haal ik uit dit pakketje. Kijk, als deze nou echt 2k is. Hartje Schenkenveld, hè? Ook gewoon 1500 munten. Haal ik toch 8k uit het pakketje. Kleine tussenstand. Ik heb op dit moment 316.650 munten uitgegeven aan deze SBC. En het heeft me 68.000 munten opgeleverd. Wat betekent dat ik 248.650 munten kwijt ben tot nu toe. En ik moet nog twee teams. Ik kan mezelf weer 25-30k besparen door die inform screenjar hierin te leveren. Ik heb die 83 pastoren, dat soort kaarten. Kijk, die is untradable, toch? Ja, die kan ik ook gewoon inleveren. Helemaal niet aan gedacht. En wat het nu dus is, door die inform screenjar in te leveren. Eén, hoef ik dan de normale screenjar niet te halen. Dus dat scheelt me 22k. Maar in plaats van dat ik in de spits Zeko doe, kan ik hier nu mand zoek iets doen. En dat scheelt ook weer 6k. Dus hè, tel uit je motherfucking winst. Dikke vette prima, prima team. Wat heeft hem uiteindelijk gekost? 68,5k. Dat is helemaal niet zoveel. Kost officieel 100. Beter dat we een keer gereward worden. Voor de verandering gewoon een keer. Een gouden topspelerspakket. Ik ga gewoon geen walkout krijgen uit deze hele fucking SBC. Nou, savage. Nou, weer 6k verdiend aan discardwaarde. Ik heb het uiteindelijk voor elkaar gekregen. Om alsnog dit hele team te moeten kopen. Ik begon echt met allemaal spelers van mezelf erin. Ja, mislukt. Snipeball! Het kost me uiteindelijk 37.600 munten, dit team. Wat er totaal op 422.800 aan kosten maakt. Er wel bij gezegd, ik heb twee rode informs ingeleverd. Ik heb een David Luiz flashback ingeleverd. En ik heb natuurlijk een icon ingeleverd die me toen destijds ook 300 of 400k heeft gekost. Maar hey, 422.800 is wat ik er deze video voor betaald heb. En dan heb ik daar wel iets heel zieks voor terug. Misschien wel een van de beste centerbacks uit het spel. De prime icon moment, Laurent Blanc. Daar komt hij aan. Uit de wankoud. Wie zou het zijn? Nou, ik denk een Franse vlag. Ik denk een centerback. Ik denk een icon. Ik denk niemand anders. Laurent Blanc, heel erg ziek. En tot nu toe 74k opgebracht. Maar er komt nog één pakketje aan en dat kan de hele wereld veranderen. Dit is een megapack. Nee, helaas, we hebben uiteindelijk hoeveel pakketjes gekregen? Oh, ik heb een inform. Ha, dat nog wel. Dit is nog Caicedo nog, ja. Uiteindelijk heb ik, het zijn 9 SBC's, dus 9 pakketjes gekregen. Ongeveer 88k aan opbrengsten gehaald uit deze SBC. Wat het maakt dus dat ik nu 334.800 coins heb betaald. Voor deze toch best wel hele lijpe kaart natuurlijk. Ik bedoel, kijk even deze stad. 80 snelheid, 95 verdedigen en 89 fysiek. Heel erg ziek. Heel erg zieke kaart. Linkt hier nu ook perfect met mijn mannetje hier op het middenveld, Griezmann. Dan heb ik gewoon een heel erg lekker geel teampie. Ik wil jullie van nu bedanken voor het kijken. Er gaat meer komen. Zeg het maar. Welke SBC's wil je nog zien van de icons? Misschien moet ik wel een full icon team gaan maken. Vind je dat vet? Laat dat dan ook even weten in de comments. De groeten.